In deze Bitcoin daganalyse, we zijn vandaag 23 januari. Vooraleer dat we verder gaan, vraag ik van jullie een heel kleine moeite die voor mij een wereld van verschil kan betekenen. Dus deel deze YouTube-video, abonneer op ons kanaal en like ook deze video. Een kleine moeite voor jullie, maar voor mij dus een wereld van verschil en vooral en hopelijk ook een kleine push in de YouTube-algo's. In ieder geval, Bitcoin op daggrafiek. We gaan er snel over gaan, omdat we het ook kunnen, zeg maar. Als we kijken naar de volatiliteitsmeting, dan zien we dat we hier op een exhaustion-periode kunnen komen. Dus Bitcoin kan op dagniveau hier wat gaan stallen. Een push-up kan zeker nog verwacht worden. We hebben hier vaak nog van deze rode fases meegemaakt. Dat zie je ook hier, regionen 12 mei tot en met 16 mei. En dan nog eentje rond 15 à 21 juni. Dit zien we nog niet. We hebben nog een klein beetje ruimte om naar boven te gaan en echt overheaten te geraken. Maar vrees je niet, de volatiliteit geeft aan dat er hier wel een counterbeweging kan komen. Dat zou ook hier in de vorige fase bij een cross-down 15 november tot en met 16 november zoiets, zagen we dat we hier deze huidige trend, dat deze laten we zeggen, overheated was en dat er op zijn minst ranging kan ontstaan of een counter move. Dat is ook hetgeen we hebben gekregen. Dus ook hier kun je verwachten op dagniveau kunnen we hier wat gaan hoeveren en een counter move verwachten op dagniveau, wat dat niet wegneemt, wat dat er te zien is op macroniveau, is zeer, zeer bullish. Volatiliteitsmeting heeft dus aan dat we hier wat ruimte kunnen hebben om zijn minste ranging te gaan of eventueel een countermove kunnen verwachten. Momentummeter is eigenlijk zeer simpel. Elke dag close boven kan momentummeterband boven 23.200 is een continuation naar boven en het verder zetten van een stevige trending. Elke close onder de onderkant van een momentummeterband, met name, het is eigenlijk $1000 lager hoor, 22.200, zal het momentum sterk gaan beïnvloeden. Close erboven of eronder zal het momentum sterk beïnvloeden. 22.200 zal Bitcoin hoogstwaarschijnlijk terug wat naar beneden pushen, naar deze lows, ongetwijfeld regio 20.600 ongeveer is. Daar zit ook onze grootste steun momenteel. Mochten we toch doortrekken boven, dan gaan we continuation zien van het verdere bullish momentum. Maar voor nu nog steeds bullish, een reset lijkt mogelijk. Trading ranges hoeven wat middenin, hoofdtarget 23.800, dan 25.400, daar ga ik toch profit nemen, of misschien wel een shortje aanmaken, en dan de hoofd weerstand voor de volgende trading range is 26.900. Steunen onder ons, 21.900, goed moment om wat bij te tanken, bij te kopen, dan hoofdweerstand 19.000, hoofdsteun tenminste 19.900. Ik denk dat het zeer simpel is, nogmaals mensen, veel simpeler kan ik niet doen. Dit is waar je eventueel wil kijken om te gaan bijkopen, dit is uw weerstand, en hier kun je eventueel, en dan is het eerder een high risk trade, wat bijkopen om eventueel dit te gaan traden. Simpelder kan ik het niet brengen. Bitcoin is bullish, pullbacks zijn er om te kopen en weerstanden, we naderen ze, dus ook daar niet twijfelen om wat profit taking te gaan doen. Orderblocks momenteel, deze mogen we niet in rekening brengen, deze bullish engulfing kunnen we maar pas besluiten als we vandaag closen boven 22.800. Maar zolang we dat niet doen, houden we er geen rekening mee. Dus weerstanden boven ons 24.300 tot en met 25.000, zagen we net ook met de trading ranges, dat we daar hier in deze zone sterke weerstand kunnen verwachten. En stevige steun 20.900 tot en met 20.500. Ik denk dat dat een zeer duidelijke taal is. Momenteel hoeven we middenin. Met andere woorden, als dit midden zit en het is heel simpel in trading, buy support, sell resistance. Hier kun je dus momenteel niks doen. Hier pas kun je eventueel kijken om te verkopen en hier kun je pas kijken om eventueel te gaan bijkopen. Voor nu zit je niet in de race, zit je niet in Bitcoin, dan is het momenteel even afwachten wat dat de dag ons kan brengen. Suts, boven ons 25.031, steunen voorlopig 20.600. Behalve als we vandaag bullish closen, hebben we een interim steuntje op 22.602 momenteel. Als we kijken naar onze handgetekende tekeningen, zeg maar, en want daarbij houden openstaande liquiditeiten onder ons 16.974, daar wil ik blind long gaan. En nog eentje op 16.800, niks meer tussenin. En boven ons 37.660, dit is voor mij een van de zones dat ik denk dat Bitcoin, laten we zeggen, zelfs in het eerste kwartaal naartoe kan gaan traden. En dit is voor mij,
toch wel even weer een risk-off moment als we daar komen. Ik ben er redelijk van overtuigd dat dit ook op redelijk afzienbaar korte tijd kan gebeuren. Dat willen we niet zien, maar we willen nog zien. Workflow op tijd. We naderen ook hier de weerstand region 33 tot en met 25. Het is een korte video, maar het moet ook niet langer zijn dan dat nodig is. In die zin, wij hebben... Ah nee, ik heb nog eentje, excuseer, ik ging me er net iets te snel van afmaken. Ik heb een nieuw patroon kunnen spotten momenteel. Ik ga... Eigenlijk de rest ga ik wegnemen. Die is eigenlijk niet meer relevant. Dat is het volgende. Deze mogen weg. Jullie hebben ons goed gediend. Voilà. Zo. Dat is, we zitten momenteel met één grote patroon die ik nu momenteel kan waarnemen. En dat is deze of dit. Ik ga deze target nog laten staan momenteel. Het is een neerwaarts kanaal. Veel, maar niet altijd een bullish outcome. Je ziet ook zeer mooi de confluence hier. Weerstanden. Dan hier steun, steun. En dan zie je hier in interactie, interim weerstand. Dan ook hier zie je dat we halt houden. Poep, dat kan gebeuren tot en met 21.200 of 20.000. Met dan een target, als we verder naar boven trekken, voor nu op rond 27 à 28.000. Maar als we kunnen doortrekken, en dit is het handige aan patroon, dan hebben we dit gemeten afstand, stoel zeg maar, ik heb hem er eigenlijk al opgeplaatst. Dan kunnen we Bitcoin prijzen verwachten vanaf 39 tot en met zelfs 40k, wat dat we ook zien op de grotere timeframes, of ik bedoel niet op, de grotere timeframes, maar op de weekly niveaus, daar zien we effectief wel dat het haalbaar is. Goed, ik denk dat dit het meest voornaamste is. We zijn bullish. Wat halt houden kan gebeuren rond die 20k region. Misschien een weekje eronder, maar ik verwacht niks drastisch om dan met tijd door te gaan naar die 20k. Dit was de daggrafiek. Algemene conclusie. Alles bullish. Elke pullback is om te kopen. Targets om te beginnen. 25k. Dat is de moeilijkste en de hardste noot boven ons. Dat we nu wat hoeveren en deze weerstand gaan uitslepen. Daar geloof ik rotsvast in. Tenminste, woe, wat een moeilijk woord. Hè. En dan kijken we regionen 27 tot 30, kunnen we daar boven breken, dan denk ik 37, 40k zit in de cards. Dankjewel om hier opnieuw aanwezig te zijn. Like deze video nogmaals, abonneer op mijn kanaal en deel het overal waar je kan en mag, ik zou zeggen. Geniet van deze fantastische prijs. Prijzen, nou, we zien terug in de markt, de heropleving is begonnen. Mensen, het heeft lang genoeg geduurd naar beneden. Nu kijken we ultra bullish terug naar boven toe. En zorg goed voor jezelf, want dat is de enige manier uiteraard om voor een ander te kunnen zorgen. En tot de volgende video. Bye!